welkom bij weer een nieuwe maandvlog. Deze keer begin ik hem best wel laat, want ik was natuurlijk op vakantie geweest. Die hebben jullie als het goed allemaal al gezien. Maar we gaan vandaag naar de première van The Lion King. Dus ik heb dit jurkje aan en ik zit met Stefan. En we gaan eerst nog heel veel langs de Mac. Big tasty moment het is. Twee keer normaal big tasty menu. Goeiedag, welkom. Heb ik al eens bestelling alsjeblieft? Mag ik een single big tasty menu? Gewoon normale? Hey. We zitten te filmen. Ja. Daar kun je niet bij passen. Die rij is niet normaal. Goedemiddag, het is vandaag donderdag en ik heb iets heel leuks gekocht. Nou, al een paar dagen geleden heb ik het gekocht. Maar het was zeg maar overal uitverkocht, dus ik moest het naar een winkel laten versturen. De MacBook Pro. Dit was echt, ik heb hem uitgepakt net met mijn ouders, maar dit was echt een rep aan mijn lijf. Ik heb er heel hard voor gewerkt. Ik heb heel veel gespaard. Het is voor mijn studie, het is voor mijn werk. Dus ik dacht, oké, want ik heb nu al een MacBook Pro. Alleen, die is 15 inch en dit is de 13 inch. Ik zal zo het verschil ook even laten zien. Maar als ik ga studeren, dan zou je echt zo'n grote laptop mee. Dat is echt niet handig. Dus ik zal hem even voor jullie ook nog een keer uitpakken en laten zien. Dit is de MacBook. Zeg maar, kijk, het verschil. Ja, je ziet het gewoon niet zo heel goed. Ah, zo zie je het verschil. Kijk. Maar het voelt wel gek als ik hem dan zo open doe. Het is zo bizar mooi. En dan doe ik zo, touch. En dan gaat hij gewoon open. Dit is toch, ik vind het echt bizar. En het geluid is ook heel mooi. En ik heb dus die touchbar. Kan je daarmee het geluid doen. Ik kan echt alles met ermee en ik ben er echt zo blij mee. Dus ja. En ik heb ook gelijk de Final Cut Pro gedownload. En Logic had ik al. Dat was ook een rip aan mijn lijf. Final Cut Pro is ook €300. Deze laptop was €300. Ik heb ook gelijk de 16 GB. En volgens mij ook heel veel opslag. Ja. 565 gig opslag. Dus dat is ook echt heel veel. Dat wist ik niet. Dat kwam ik net achter. Maar I need it. Ik kan wel de goedkoopste gaan nemen, maar dan wil ik ook gelijk echt even de goede. Zodat ik niet daarna denk, ik had toch net iets meer ruimte moeten nemen. Want ja, je kan niet echt meer ruimte erbij doen, bij kopen later. Wordt weer even sparen de komende tijd om mijn spaarrekening weer aan te vullen. Maar ik ben er niet heel erg blij mee. En dus wil ik even meedelen vandaag. Verder heb ik mijn kamerindeling weer veranderd. Dat ga ik nu even kijken. Mijn piano komt nu echt beter tot z'n recht. En ik ga het nu even allemaal opruimen. Ik ga vandaag een cover opnemen, Arcade. En misschien denken jullie waarom zo. Oh, hallo. Waarom zo laat? Want het is al allemaal geweest. Ik zat erover te twijfelen en eerst dacht ik nee, nu ben ik te laat met het opnemen van die cover. Maar ik denk, ja, weet je, het blijft een mooi nummer. En ik wil hem gewoon coveren. Dus de producer waar ik laatst ook bij was om in te zingen, die heeft een instrument al gemaakt. Dus dat is super nice en die gaat hem ook voor me mixen. Dus ik ga nu even opwarmen met mijn stem en dan ik zit even hier nu. Mm-hmm.
hoe wij worden vervoerd door de videoclublocatie. Glamour, glamour. Wordt hier ingegraven. Ik zit zelf achter de piano. Nee, ik leek zien dat het werd ingegraven. Ik moet ook even niet zo moeilijk kijken, want ik kijk het zo. Ja, maar dat is heel lastig met die zon. Ja. Heb je dat gefilmd? Ja, je ziet alleen niet wat er gebeurt, maar je ziet wel dat ik schreef. Is het de bedoeling dat het nog er geen beeld van is, geen stories, dat soort dingen, totdat het uit is? Ik heb wel gewoon positieve clips gehad, maar niet wat voor wat. Nee, lijkt me ook beter. Oh. Vind ik dat beter? Ik denk dat het refrein het handigste is om dat gewoon echt mee te pakken qua toetsen. Inderdaad. Dat ziet er op zich nog wel goed uit en daar snappen mensen ook wel van, er zitten nog een ding omheen. Maar bij die is het net even niet zo... Aanvallen. Meeuw, hè? Oh ja. Maar als hij valt, valt hij in hetzelfde. Dat is goed. Lunch, lunch, lunch. Daar staat de piano. Ik ben het in. Bedankt voor je vinger. Ik denk dat ze het wel snappen als ik ergens op in. Ik ben er nog steeds en ik heb zoveel moois om mij heen. Just another day in life. Ik heb sleet een videoclip opgenomen. Dat ziet er niet uit. Ik dacht dat ik make-up doekjes mee had, maar ik moet nog steeds met deze plakkaat laag. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En zoals je net hebt, of hiervoor eigenlijk heb kunnen zien, heb ik gisteren een videoclip opgenomen. En ja, ik kan nu zeggen dat een videoclip van Plankgas is van het nummer van Snelle. Het is een cover. Superleuk. Het is ook echt uitgebracht afgelopen vrijdag via Rock'n'Rolla Music. Super tof. Dat was dus gisteren voor mij. In ieder geval is het vandaag super warm. Waarschijnlijk wordt er een record verbroken weer volgens mij. Dit heb ik even aangedaan. Dat is voor de clip. Ja, gewoon de cover video van Arcade. Dus die ga ik zo hier even opnemen. En dan ga ik een video van Rituals opnemen. Maar ik heb het echt super warm. Dus ik dacht, ik laat gewoon even zien hoe dat allemaal gaat. En dat het niet allemaal roosgeur, maneschijn is. Dit is mijn lamp. Die zet ik dan altijd hier neer. Hier hang ik eigenlijk altijd een laken voor. Kijk. Deze. Is dit eigenlijk wel een witte? Oh, dit is lichtblauw volgens mij. Deze is volgens mij ook allemaal vlekken. We zien het wel eventjes. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En ik heb gisteren bekendgemaakt dat ik een cover van Plankgas ga uitbrengen. Wat jullie eigenlijk al weten. Vandaar dat deze vlog ook volgende week online komt. Of in ieder geval waar dit dus nu online staat. In plaats van morgen de 31ste. Want dan kon ik het ook allemaal alvast vertellen. Zo, dat leek me super leuk. Ik moet vandaag werken, maar ik ga eerst mijn wimpers af laten halen. Want, kijk. Dit is niet heel veel meer. En ik kan ook zeg maar nu geen mascara opdoen. Dus het lijkt een beetje alsof ik steeds geen make-up heb. Omdat het nu zo weinig is. Maar ik ga nu even mijn kamer een beetje opruimen. Want het is weer een beetje zootje geworden. Ik moet vandaag ook werken om 5 uur. Ik moet om 4:30 zijn. Ik wilde nog een paar dingen even vertellen trouwens. Ik heb het nu best wel druk ook. Ik heb nu even een dingetje aan van Lofi's. Ik vind hem wel cute. Best wel druk met werk. En toen was ik vergeten om iets te vertellen over premières. Want jullie hebben gezien dat we naar Lion King gingen. En eigenlijk wilde ik gewoon zeggen... Dat
het lijkt allemaal zo glamorous, maar ik wil gewoon even eerlijk zijn over dat ik altijd heel erg tegenop zie eigenlijk premières. Want ik vind het super vet dat ik ben uitgenodigd steeds. En dat is wel echt een soort van erkenning van je doet het goed, weet je, je wordt nog steeds uitgenodigd. Maar soms zijn er fotografen die jou niet kennen. En dat is natuurlijk best wel normaal. Ik ben niet, Marcia of zo, weet je wel. Ik ben niet zo'n grote YouTuber of zo'n grote zangeres. Of ik ben in ieder geval geen maan. En er zijn er heel veel fotografen die je niet kennen. Er zijn er ook een paar die mij wel kennen. Omdat ik er wel eens vaker ben geweest. Maar er zijn dus wel eens momenten. Dan ga je daar, dan loop je hier rode loper op en heb je helemaal mooi gemaakt. En dan herkent niemand je. En iedereen kijkt je dan aan van, oké, loop maar gewoon door. En het is zelfs ook wel eens gebeurd dat mensen dan zeggen, oh ja, kan je even aan de kant gaan? En dan is zeg maar iemand anders die je wel herkent op de foto zetten. En zo gaat het ook wel eens. En soms gaat het juist zo dat ik echt heel veel op de foto word gezet. Dus ik vind het eigenlijk altijd heel erg spannend. En ik wilde daar gewoon eerlijk over zijn. Omdat heel vaak mensen zien alleen maar die glitter en glamour kan natuurlijk. En die laten we eigenlijk ook alleen maar als enige zien. Maar er zit ook wel een andere kant aan. En het is allemaal best wel spannend en ongemakkelijk. En ja, ik weet niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. Maar dat is moe, man. Vandaag is Stefan de leiding bij ons werk. Dus dat is wel grappig. That's amazing. Nou, ik ga eventjes mijn kamer een beetje opruimen. Zodat in ieder geval dat weer lekker op orde is in mijn hoofd. En dan spreek ik jullie later. Mijn nieuwe single is vandaag gereleased. Plankgas. Hij staat helemaal online. Helemaal online. Hij staat online op Spotify en YouTube. En het gaat echt best wel hard. Fucking veel leuke reacties. En ja. Omdat het nu eigenlijk 2 augustus is, wil ik bij deze ook de weekvlog of de maandvlog afsluiten. Hij is denk ik niet zo lang geworden, maar dat komt omdat ik natuurlijk ook op vakantie was. Ik hoop dat jullie alsnog van genoten hebben. En allemaal als een gek plank gaan streamen. Hij is nu al een week uit, jullie dit zien. Bijna een week. Maar gaan we alsnog even streamen. Alles staat in de beschrijving. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer bij de volgende video. Jeuk.